Daan. Lieve zangers en zangeressen, daar zijn we weer. Tijd voor een nieuwe koorles. Ik heb weer een aantal dingetjes aangepast ten opzichte van de vorige keer. Ik ga proberen de opwarming iets korter te maken en het werken aan het repertoire iets langer. Ik ben benieuwd of het jullie gelukt is om zelf aan het repertoire te werken. Heb je de website van BBC opgezocht, van Sing Hallelujah? Daarop staan echt super handige links om je eigen partijtjes te oefenen. En dan kun je natuurlijk ook al gewoon lekker wat verder gaan. Vandaag ben ik van plan om verder te gaan waar we vorige keer zijn gebleven met het Halleluja. Dus we hebben de eerste bladzijde gedaan. Dat is bladzijde 171, zeg ik uit mijn hoofd. En we gaan dan verder tot en met... bladzijde 474. Lord and of is Christ. Dus echt onderaan de bladzijde. Ik ben van plan dus om echt behoorlijk wat aan repertoire te doen. Zodat we lekker wat verder door kunnen zingen. Ik gebruik daar ook weer de laptop bij. Zodat we een mooi muziekje hebben op de achtergrond. Voor de begeleiding bedoel ik dan. Hè. En ja, ik hoop dat het weer een hele leerzame les gaat worden. Alvast heel veel plezier. Dan gaan we beginnen met opwarmen. Dus strek je lijf. Zo lang mogelijk. Als het lukt, ga je op je tenen staan. En loslaten. Nog een keer zo lang mogelijk op je tenen. Buig naar rechts. Als een boom. Naar het midden en weer terug. Naar de andere kant. En nog een keertje naar het midden. En even op en neer. Probeer mooi rechtop te blijven staan. Alleen je bovenlijf gaat rechts en links. En laat los. Even uitschudden. Benen ook uitschudden. Doe even lekker gek alles los. Oké, goed gedaan. Nou, draai met de schouders naar voren. Draai met de schouders naar achteren. En schouders op. Los. Schouders op. Los. Nog één keer. Los. En dan gaan we even rondjes draaien met de heupen. Alsof je aan het hoepelen bent. De ene kant op. Echt grote rondjes maken. En zorg dat je stevig op je voeten staat. En de andere kant op. En dan maak je steeds kleinere rondjes. Tot je weer mooi in je middelpunt staat. Voel even of je echt goed staat. Knieën gebogen. Of eigenlijk niet gebogen, maar niet op slot in ieder geval. En dan gaan we beginnen met de eerste zangoefening. Ik ga achter de piano zetten en ik zet de camera even anders. We gaan weer zingen op... Zet je handen even in je zij, zodat je goed kunt voelen of je de juiste adem gebruikt. Als je inademt, voel je dat je middenrif je tegen je vuisten aan gaat komen... Probeer dit zo lang mogelijk open te houden. En als je uitademt, zorg je dat je mooi rechtop blijft, dus dat je niet inzakt. Goed, dus. Zing je mee? Tot hier. We gaan nog even naar beneden. En verder nu op nu. Waarvoor dit laag wordt,
Zorg dat je niet gaat drukken om de lage noten ook te volume te geven. Laat ze gewoon gaan. Geef wat extra lucht voor lage noten. En als je er niet meer bij kunt, ook goed. Dan sla je ze gewoon even over. Luister je naar de rest van de oefening. En zing je daarna weer mee met de volgende oefening. Zingen we even een staccato oefening, namelijk bim bam bom. Bim bam bom. Dat is de oefening. Hij gaat heel snel, dus zorg dat je erbij bent. Ik zal de eerste paar meezingen en daarna mogen jullie hem zelf verder zingen. Bim bam bom. 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 Gaan we verder naar bim bam bom. Bim bam bom. Ook hier geldt weer, wordt het te hoog? Wacht eventjes totdat je er weer bij kunt. Dit is ongeveer de hoogte waar er een paar zullen afhaken waarschijnlijk. Dan doen we nu een mooie legato oefening. Hij gaat als volgt. Ik zing hem nog een keer mee. Yes, dat is hem. En nu op nu. En probeer er echt voor te zorgen dat die u en die oe mooi voorin zitten allebei. Dus op dezelfde plek. Zorg dat de oe niet te ver naar achteren gaat. Nog een keer op de oe. Samen. No. Zonder mij. Oké, mooi. We gaan wat hoger doen. Zonder mij. Mooi. En op deze tonen. Ah, nog een keertje.
beetje op. No. No. Zonder mij. Nog één keertje op de U. Goed, tot hier. Het Dananobis paadje. Ik zet de bladmuziek hier in beeld. Daar kun je alles zien wat je gaat zingen van dit lied. Je ziet ook de nummertjes 1, 2 en 3 staan. Dit zijn de kanoninzetten. Eerst zingen we met Funke lekker met z'n allen samen. Ik zing met jullie mee. En daarna zal ik de begeleiding spelen op de piano, zodat jullie lekker zelf kunnen zingen. En dan speel ik de begeleiding echt 2 keer helemaal door. 2 keer het hele lied door. Zodat je hem 2 keer kunt zingen. En eventueel als je samen bent en samen aan het zingen bent, kun je hem dan ook in kanon zingen. Oké, komt ie. Hebben jullie lekker gezongen? Zijn we er klaar voor? Kunnen we beginnen aan het halleluja? Het halleluja. Eerst doen we nog eens een keertje die eerste bladzijde. Ik ga gewoon eventjes alle vier de partijen een keertje zingen zonder of met de orkestbegeleiding. Zing even lekker mee en dan gaan we daarna partijrepetities doen voor de volgende bladzijdes. Sopranen. Alten. Alleluia.
tot hier. De tenoren. En ik zing hem weer een octaaf lager. Tenoren. Halleluja. 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 De bassen. En bassen, jullie hebben het eigenlijk relatief eenvoudig, want de baslijn in het orkest speelt ook jullie melodie. Luister daar maar eens goed naar. Halleluja, 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 halleluja. Oké, top. Is hij gelukt? Nog één keer samen. Dan gaan we nu verder met de partijrepetities vanaf bladzijde 172 tot en met 174. Ik begin met de sopranen en ik ga de tijden van de andere partijen hier onderin zetten, zodat je direct ernaartoe kunt skippen en niet per se alles hoeft af te kijken als je daar geen zin in hebt. Dus nu begin ik met de sopranen en hieronder zie je waar de stemrepetitie van de alten is en waar de stemrepetitie van de tenoren is. En tot slot waar de stemrepetitie van de bassen is. En daarna zingen we het natuurlijk weer met z'n allen nog een keertje helemaal van voor tot achter. Daarvan zie je ook de tijd hier staan. Sopranen, zijn jullie er klaar voor? Dan beginnen we op bladzijde 172 bovenaan. For the Lord God omnipotent reigneth. Jullie. Verder. Halleluja, 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 halleluja. Jullie. Hebben jullie hem? Deze twee zinnen achter elkaar. For the Lord God omnipotent reigneth. Halleluja. 3, 4. Top. En dan zie je dat er eventjes een rust is. De alten en de tenor en de bassen zingen dan. For the Lord God Die zingen jullie dus eigenlijk na. En jullie zingen dan vervolgens weer halleluja. Dus die gaat zo. Halleluja, 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 halleluja. Moet lukken toch, jullie? En dan komt daar meteen achteraan, na één tel rust. Jullie. Lukt ie? Doe hem nog een keertje. Ik zing hem even een octaaf lager. Vader, Lord, God, omnipotent reigneth. Jullie in het goede octaaf, hè? Verder. Halleluja, halleluja, halleluja.
Jullie? Nog een keer. Dit zijn best moeilijke stukjes. Halleluja, halleluja, halleluja. Nog een keer. Halleluja, halleluja, halleluja. Dan gaat hij verder. Halleluja, halleluja, halleluja. Jullie? Zit hij erop? Dan doen we hem nog een keertje vanaf bovenaan, bladzijde 173, de eerste snelle Alleluia inzet. Dus waar eigenlijk het fugatische gedeelte begint. Jullie? Lukt ie? We doen hem nog een keertje. Hebben jullie hem? Ik hoop het. En als het nou niet zo is, hè, als je het nog moeilijk vindt, spoel dan even een klein stukje terug en doe het gewoon net zolang dat je hem zelf hebt. Dat is het fijne aan een YouTube-filmpje. Je kunt het gewoon zo vaak doen als jij het fijn vindt natuurlijk. Oké. We doen hem eventjes vanaf bovenaan de bladzijde 173. For the Lord God Omnipotent reigned. En dan met alle halleluja's erachteraan. Dus de inzet van het fuga gedeelte eigenlijk van dit lied. 3 en 4. Tot daar. Nu gaan we verder. Bladzijde 173, maat 28. Halleluja, halleluja. Jullie? Nog een keer. En dan zo. Halleluja, halleluja. Jullie? Verder. Halleluja, halleluja. Maat 28 en 29. We doen hem nog een keer. 28 en 29. Hebben jullie hem? Dan gaan we verder. Bij maat 30. Jullie, maat 30. Dus waar je even op moet letten in maat 30 is dat er Alleluia, le, dat dat aan elkaar zit. Ja en a, ja en ha van Halleluja zijn aan elkaar verbonden. Dus dan heb je het ritme Alleluia, Alleluia. Als je omslaat naar de volgende bladzijde. Dus nog een keertje vanaf maat 30. Alleluia, 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 Alleluia. Nou, doen we hem nog een keer vanaf het begin van de fuga. Bij letter B, bovenaan bladzijde 173. Dan hebben we nog het slot. The
verder. Bladzijde 174 achter elkaar, sopraan, hè? Vanaf maat 33. Ik zing niet mee. Oké, goed gedaan. Pak het nu alsjeblieft zelf nog een keertje terug, zodat je alles nog een keertje gedaan hebt en zorg dat je hem goed kent. Het is natuurlijk best wel een lap, hè, dit stuk. Vooral ook omdat het fugatische gedeelte erin zit, wat echt behoorlijk pittig is. Misschien voor jou niet, nou, top. En zing het dan nog eens een keertje helemaal achter elkaar door. Gebruik ook de opname van het BBC Orchestra. Dan kun je gewoon lekker met de sopranen meezingen. Met je eigen partij. En kun je het daarna ook een keer oefenen zonder sopranen. Je eigen partij. Ja, zijn echt topopnames. Oké, gaan we verder met de alten. Bladzijde 172. For the Lord. For the Lord, God omnipotent reigneth. Jullie? Zingen jullie met me mee? For the Lord omnipotent reigneth. Alleluia, 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 alleluia. Dan verder. For the Lord omnipotent reigneth. Jullie? Zo verder. Halleluja, 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 halleluja. Jullie? We beginnen nog een keer bij For the Lord God Omnipotent reigneth bovenaan deze bladzijde. Dus maat 12. Zing maar met mij mee. For the Lord God Omnipotent reigneth. Dan komt daarna de fuga. De sopranen zetten eerst in, dan de tenoren, de alt als derde en de bassen als vierde. Dat gaat als volgt. Zing mij maar na. Alleluia, alleluia, alleluia. Let erop dat alleluia en halleluja hier aan elkaar wordt verbonden. Dus je hebt alleluia, alleluia. Zeg dat ritme maar eens. Halleluja, halleluja. Nou, dan zingen we hem dus zo. Halleluja, halleluja, halleluja. Jullie. En dan gaat hij zo verder. Halleluja, halleluja. Jullie. En dan verder. Halleluja, jullie? Oké. Vanaf het begin van de fuga.
Dus dat is maat 23, eindmaat 23, op maat voor maat 24. Alleluia, 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 alleluia. En dan verder. Alleluia, alleluia. Jullie? En dan verder. For the Lord God omnipotent reigneth. Onderaan bladzijde 173, maat 29. For the Lord God omnipotent reigneth. Alleluia, alleluia. Nou, jullie zonder mij. For the Lord. Zijn we al bijna aan het einde, hè? Aan het einde van dit gedeelte dan tenminste, bladzijde 174. Nog een keer vanaf het begin van de fuga. Dus maat 103, of bladzijde 173, maat 23 op maat voor maat 24. Alleluia, 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 alleluia. Wat trouwens zo fijn is aan een online les, is dat je zelf natuurlijk net zo vaak terug kunt spoelen als je wilt. Hè? Dus als je iets nog niet helemaal hebt, doe het gewoon nog een keer. Zet het filmpje even een stukje terug en luister gewoon nog een keertje mee, zing nog een keer mee. Nou, gaan we verder bij maat 33 op bladzijde 174. The Kingdom of This World. The kingdom of this world is become. Jullie. En let erop, world, vier tellen. Eén tel rust is twee tellen. Ja? Twee, drie. Oké, vanaf maat 33 op maat voor maat 34, The Kingdom. Zing maar met mij mee. The kingdom of this world is become. The kingdom of our Lord and of his Christ, and of his Christ. Tot hier. Zing hem zelf nog een keertje helemaal achter elkaar. En gebruik daarvoor ook die opname van BBC Opera Orchestra. Super handige opnames. En ik zal de link nog een keer onder de video zetten, zodat je weet waar ze staan, mocht je het nog niet gevonden hebben. En dan kun je daar ook verder mee oefenen en kun je ook, als je wilt, al verder in je partij. Zometeen zingen we nog een keertje met z'n allen, met orkest. Voor nu de tenoren. Ik ga vandaag zoveel mogelijk van jullie partijen in het goede octaaf zingen, waarin jullie zelf ook zingen. Dus in het hoge octaaf. Bladzijde 172, bovenaan. For the Lord. En hij gaat zo. For the Lord, God omnipotent reigneth. Jullie? Halleluja, komt erachteraan, hè? Jullie hebben als eerste een hele grote sprong. Hoor je dat?
Alleluia, 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 alleluia. In tweeën. Zing mij na. Alleluia, alleluia. Jullie? En dan verder. Alleluia, alleluia. Jullie? Achter elkaar. Alleluia, 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 alleluia. Vanaf het begin van de bladzijde. Zing dan maar mee. Zo verder. Jullie kunnen dat, hè, heren? Nou, zing maar na. Halleluja. Nou, twee keer helemaal hetzelfde. Moet lukken, lijkt mij. We doen nog een keer de hele bladzijde 172. Bovenaan. Jullie zingen. Ik speel de piano. Nou gaan we beginnen aan de fuga bij B. Dat is op bladzijde 173, maat 22. De sopranen zetten in. For the Lord. En jullie doen. Alleluia, alleluia. Jullie. En dan verder. Alleluia, alleluia. Jullie. Horen jullie dat? Alleluia, alleluia. Dus alleluia en alleluia zijn aan elkaar geplakt, waardoor ja en a één ding worden. Je spreekt dan uit alleluia, alleluia. Oké? Okay? Dus nog een keertje vanaf het begin daar tot aan die lange alleluia. Alleluia, 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 alleluia. En dan komt er nog een hele snelle achteraan. Die zing ik eventjes lager. Halleluja! Maar die moet dus. Halleluja! Hè? Snap jullie? Die moet het zijn, oké? Okay? Zing hem eens. En dan gaan jullie meteen door weer naar. Het bekende melodietje. Nou, nog een keertje vanaf het begin. Vanaf het begin van de fuga. Jullie zingen hem. En je moet meteen door. Dus. Oké. Dus jullie zingen die For the Lord God Omnipotent Reigneth er weer achteraan. Horen jullie hem? Nou, die gaat dus zo. Halleluja erachteraan, oké? Jullie. En dan komen de volgende halleluja's. Halleluja, halleluja. Jullie? Nog een keer. Halleluja, halleluja. Jullie? En dan komt For the Lord God Omnipotent Reigneth er weer achteraan. Ik zing een octaaf lager. Hij is dus zo hoog. For the Lord God Omnipotent Reigneth.
Dus je hebt bij 28, bij maat 28, halleluja, halleluja voor, halleluja, halleluja voor the Lord God Omni, et cetera. Oké, zing die eens een keertje voor mij. En dan bladeren we meteen door naar de nut. Ja? Dat is de eerste. 3, 4, 1. Oké, okay. En dan gaat hij zo verder. Halleluja. Nog een keer. Reign het. Halleluja. Jullie, reign het. Halleluja. Nog een keer. En maak een mooie lange noot op. For the Lord God omnipotent, reign it, alleluia. Ja? Zit hij erop? Ga dit vooral alsjeblieft, dit stukje van die fuga, ga dit alsjeblieft nog een paar keer opnieuw doen als het nodig is. Als je de noten al kent, hoeft het natuurlijk niet. Maar het is best een pittig stukje. En dan ga ik verder vanaf hier met The Kingdom of This World. Dus dan gaan we bij C verder op maat formaat 34. En dat gaat zo, heren. The Kingdom of This World. En dan verder. Jullie? En verder. Jullie kunnen dit veel mooier, heren. Laat eens horen. Oké. Dan doen we dat nog een keertje vanaf de tweede inzet, The Kingdom of Our Lord. Dus dat is de opmaat voor maat 38. Tot hier doen we hem. Nou, we doen hem nog een keertje van bovenaan deze bladzijde. The Kingdom of This World by C. Jullie mogen hem zingen. Dit is de begintoon. Oké, oefen hem nog een paar keer als het nodig is. En dan ga ik nu verder met de bassen. For the Lord God omnipotent reign it. 172, maat 12. For the Lord God omnipotent reign it. Bekend melodietje, jullie. Zo verder. Halleluja, 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 halleluja. Jullie? Oké, en dan verder. For the Lord God omnipotent reign. Jullie?
achteraan. Luister goed. Halleluja, 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 halleluja. Vier keer hetzelfde. Jullie? Oké, van het begin van deze bladzijde. For the Lord. Bij maat 12. Achter elkaar. En jullie mogen zingen. 3 en 4. Nou gaan we verder met de fuga. Jullie zetten als allerlaatste in op bladzijde 173. Met natuurlijk een halleluja. En meteen for the Lord, God omnipotent, reign it. Dus meteen de bekende melodie erachteraan. Wat het veel makkelijker maakt. Dus de sopranen zetten in. Halleluja, Oké, jullie. Dus ik speel nog een keertje de sopraanpartij voor. En dan zetten jullie in, hè. Let goed op. En dan zo verder. Halleluja, halleluja. 2, 4. Oké, die komt dus nog een paar keer voor. Zing mij na. Halleluja, halleluja. Jullie? En dan komt hij daarna, komt hij halleluja nog een keertje. En dan is er eentje die net een beetje afwijkt. Luister goed. Halleluja, halleluja. Jullie? Nog een keer. Oké, en dan gaat hij verder. Halleluja, halleluja, halleluja. Jullie? Oké, en dan? Halleluja, halleluja. Jullie? Nou, dit stukje is, raad ik aan om gewoon even terug te luisteren nog een keertje voor wat we nu hebben gedaan, vooral het gedeelte van de fuga. Er zitten best wel wat pittige dingetjes in en ja, dan kun je ze straks gewoon veel beter zingen als je het een keertje hoort met het orkest. En gebruik ook vooral die CD of die opnames die het BBC Opera Orchestra heeft gemaakt. Die link daarvan zet ik nog een keertje hieronder in de beschrijving van de video, zodat je hem altijd kunt vinden als het nodig is. En dan gaan we nu nog eventjes verder met het C-gedeelte. The Kingdom of This World. En die gaat zo. The Kingdom of This World is become. Jullie. Let daarop, hè. World duurt 4 tellen. Dan heb je 2 tellen rust. En become duurt 3 tellen. Behoorlijke lange noten dus voor wat we daarvoor allemaal hebben gezongen. Dan gaat hij verder. The kingdom of our Lord. Jullie? En verder. And of his Christ. And of his Christ. Jullie? Dus nog een keer. The kingdom of our Lord and of his Christ and of his Christ. Dus de laatste inzet is dat, hè? Net voor de opmaat van het 38. Dit is de begintoon. En als je dan ziet,
gaan jullie daarna als eerste verder. En dat is een super mooie inzet, maar die gaan we de volgende keer doen. Oké, we doen hem nog een keertje bovenaan deze bladzijde. De opmaat, formaat 34. The Kingdom of This World. Zing jullie maar lekker. Komt-ie. 1, 2, 3. Christ moet je dus niet te lang zingen. Oké, dan gaan we nu met z'n allen samen met het orkest zingen. Stonden jullie nog? Ik hoop het wel. Ik ga nu in ieder geval staan om jullie te dirigeren. En we gaan hem gewoon 2 keer doen, zodat je lekker kunt oefenen. Vergeet niet, het is een online les, dus jullie kunnen heel vaak terugspoelen, zo vaak als je wilt. En net zolang dat je het echt kent. En gebruik ook die oefentracks hè, die online staan van het BBC Opera Orchestra. Oké, ik ga staan. Halleluja, vanaf het begin tot en met bladzijde 174. Veel succes! Bassen. Oké, dames en heren, tot hier voor vandaag. Het was weer een fijne les. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben, dat jullie lekker gewerkt hebben vandaag. En laat me vooral weten wat je ervan vindt. Hè. Dat vind ik alleen maar leuk om te horen. Volgende week weer een nieuwe les. En deel deze les. Hè. Schroom je niet. Geef aan iedereen door dat deze lessen online staan. Iedereen mag meedoen. Zoals ik al zei, zal ik onderin de beschrijving weer een keer zetten de link naar het BBC Opera Orchestra, de opnames. En daar staat ook trouwens een link naar de bladmuziek, mochten mensen die willen vinden of willen gebruiken. Voor mensen die van buiten afkomen. De anderen hebben de bladmuziek van mij gekregen via de mail. Je ziet hieronder ook mijn e-mailadres staan en mijn social media handles. Als je wilt kun je altijd contact opnemen. En oh ja, ik bied nu ook online zanglessen aan. Dan kun je op die manier werken aan je muziek die je zelf graag wilt zingen. Of aan deze muziek natuurlijk, als je dat leuk vindt. En dan kun je ook meteen feedback krijgen van mij hoe het gaat. En kunnen we lekker met elkaar aan de slag. Toch weer net wat anders dan deze manier van werken. En iets meer richting een normale koorrepetitie. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, stuur me ook een mailtje. En jullie weten me te vinden. Een hele fijne dag nog. Doeg!